Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 2 vanmiddag kunnen we zien dat er tamelijk veel bewolking over het land trekt. Maar tussen de wolken door schijnt ook wel de zon. En vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. Op dit moment komen in het binnenland nog een paar kleine buitjes voor, maar geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. Vanavond blijft dat ook zo, het klaart geleidelijk aan steeds meer op. Overwege de avond is het een graad of 18. En de stevige zuidwestenwind, waar we nu nog mee te maken hebben, die gaat geleidelijk aan afnemen. En wordt meest matig in de loop van de avond, kracht 3 tot 4. Komende nacht, vooral opklaringen in de noordelijke helft van het land. In het zuiden en zuidoosten komt geleidelijk juist meer bewolking. En met name in Limburg en misschien ook in het westen van Brabant kan een enkel spatje regen vallen in de loop van de nacht. Maar op de meeste plaatsen blijft het toch wel droog. De minima variëren tussen 15 graden vlak aan zee en 13 graden verder land in Baats. Morgenochtend in eerste instantie behoorlijk veel bewolking, zeker in het oosten en zuidoosten. In de loop van de dag gaat de zon steeds vaker doorbreken. Verder trekken er een aantal buien van west naar oost over het land, maar de droge periode zullen toch wel overheersen. Het wordt 19 graden in Noord-Holland en 21 graden verder landinwaarts, bij een overwegend matige wind uit het westen tot noordwesten. Dan de dagen daarna. Op zondag en op maandag blijft het vrijwel overal droog. Zondag in het noordoosten misschien een enkel buitje. Maandag is de neerslagkans echt heel klein. Middagtemperatuur ligt rond de 21 graden op zondag. Maar maandag met een zuidelijke wind wordt het 21 tot 24 graden. Tijdelijk dus wat warmer, maar dat duurt helaas niet lang. Want dinsdag, later op de dag, gaan er alweer buien over het land trekken. Dan wordt het 20 tot 23 graden. Maar helaas, de dagen daarna wordt het zelfs nog wat koeler. Op donderdag misschien zelfs amper 20 graden met flinke buien. Misschien kans wel met onweer. En ja, zitten dan op de langere termijn toch nog weer wat zomers weer aan te komen. Op zo vroeg pas in de loop van volgend weekend zien we de kansen op 25 graden langzaamaan weer in de kaarten verschijnen. Maar zoals je kunt zien, veel meer dan zo'n 15 tot misschien 25 procent kans. Veel hoger zal het voorlopig nog niet komen. Voorlopig dus aanhoudend, wisselvallig en iets te koel cool zomerweer. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.